Helemaal ook mooi. Een nieuwe weekvlog. Ja, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik ben net wakker, maar het is weer een nieuwe weekvlog. Dat is nog maar Q. Deze producten. Jumbo, dat is leuk. Boodschappen doen. Lang geleden dat ik zo heb geblokt, omdat ik onderweg niet vol was. Maar het is weer een keer zover dat ik ook echt ga praten in een vlog. Want dat heb ik al een hele tijd niet gedaan, really. Maar nu dus wel. Ik hoop trouwens dat jullie me wel kunnen horen. Want er rijden heel veel auto's en zo langs. Ik wil niet te hard praten, want vind ik, weet niet, ik deed dat voorheen nog wat veel vaker, buiten praten. Maar dat doe ik nu laatst niet veel meer. Dat vind ik ongemakkelijk. Dus ik moet dat wel vaker gaan doen. Dus bij deze. Ik ben nu onderweg naar school. Ja, een hele leuke dag. Maar niet heus, ik ga het donderdag, nou ja, nee. En ja. Ja, omdat, sorry voor alle lawaai jongens, maar ja, omdat ik de meest nutteloze vakken heb vandaag en iedereen vindt die docenten kut en tenminste nee bedoel ik, wat ik net zei, iedereen vindt de docenten kut. Ik heb letterlijk 3 lessen van mentor achter elkaar en dan 1 les van iemand die echt heel saai is en ja, omdat het vandaag cheat day is. Dus ik mag vandaag alles eten waar ik zin heb. Dus dat is altijd leuk aan donderdag. De rest is altijd stom. De donderdag de meest nutteloze dag die er is. Goed. Morgen weer een dag. Naar school. Ga ik jullie ook meenemen. En dat kan in een weekvlog. Jullie hebben nog geen ene weekvlog gezien. Dat ik ook daadwerkelijk naar school en zo ging. Maar dat ga ik dus wel. En naar stage. Maar dat hebben jullie ook nog niet gezien in vlogs, volgens mij. Nee. Maar ik mag daar ook niet filmen. Vanwege privacy van de kinderen. Dus eigenlijk het gevraagd heb aan de ouders. Maar in principe is dat niet de bedoeling. Dus daarom film ik ook nooit op stage. Nee, maar misschien komt dat nog een keer. Dat ik laat zien waar ik thuis loop en zo. Maar goed, het is eigenlijk niet de bedoeling zoals ik dus al zei. Zo, ik ben helemaal buiten adem. Maar goed, ik lul dus nu gewoon maar over random dingen. Want ik toch moet leren om vaker dit te doen. Terwijl ik het echt kut vind om in het openbaar zo te praten. Maar goed, ik moet vandaag. Ik moest voor vandaag een energizer voorbereiden. Voor de hele klas, dat heb ik gedaan. Moest in groepjes, maar goed. Mijn groepje die is niet zo snugger, dus ik heb maar iets bedacht. Dus ik vond het helemaal prima. En als we zelf maar iets moeten bedenken hoor, of het niet goed vonden. Maar ik heb dus niet gevraagd aan mijn mentor wat het een goede opdracht energizer is. Maar ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon Simon 6 doen. Dus dat is leuk. Maar goed, ik ga nu wel even stoppen met filmen, want ik ben er bijna. Het was heel lang, stoplicht. En ik ga gewoon zo. Helemaal. Het is vandaag vrijdag en vandaag ben ik weer onderweg naar school. En zoals ik had afgesproken, ging ik filmen. Dus ja, dat. Ik loop nu zo langs mensen, dus dan ga ik even stil zijn.
even naar langs. Dat vind ik nog wel een beetje ongemakkelijk. Ervoor boeide me dit soort dingen dus echt niet. Ik kon praten. Ook als ik langs mensen liep. Maar dat vind ik nu ongemakkelijk. Omdat ik het al heel lang niet gedaan heb. Maar goed. We gaan gewoon door. Trouwens, mijn school is bezig met verbouwen. Dat was wel een beetje kut. Nu moet ik via een andere ingang naar binnen. Wat veel langer, nou het is net zo lang als wanneer ik via de gewone ingang zou lopen. Maar voorheen kon je dan via een andere school binnendoor. Maar daar zijn ze heel sneaky mee, want daar hebben ze dan de deuren gewoon op slot gedaan. Zeg maar waar je dan tussendoor kan. Dus dan moet je dus nog buitenom. Maar eerst konden we dan nog via de aula naar buiten. Via mijn eigen school. Maar dat kan dus nu ook niet meer, want daar zijn ze ook bezig aan het bouwen. Dus moet je alsnog helemaal omlopen om nu ook buiten te komen. Dat is een beetje kut. Maar goed. Voor de rest is het helemaal prima. Horen jullie hoe buiten adem ik ben? Jezus. Maar goed, gisteren was cheat day. Vandaag is het weer een dieetdag. In hoeverre dat kan. Want ik eet vanavond paninis. En die zijn niet heel erg gezond. Dus, maar goed. De rest van de dag ga ik gewoon lekker veel groente en fruit eten. En dan komt het denk ik ook wel goed. En 's ochtends eet ik sowieso yoghurt met muesli. Dus dan is mijn ontbijt ook wel. Dus middags eet ik gewoon brood. En daar staan ze, doe ik er nog kaas en pompoenfilet op. Maar dat was op. Dus dan doe ik er op vrijdag eigenlijk al pindakaas op. Dat is dan het enige wat ik dan van de zoete beleg kan pakken, zeg maar. Dus dat, maar goed. Vanavond kan ik dus, daar heb ik echt super veel zin in. Dat is echt kapot lekker. En dan bedoel ik niet paninis die je eventjes kant-en-klaar koopt. En ik bedoel paninis die je dan nog zelf moet maken. Dus dat is echt leuk. We hebben twee recepten opgezocht, een vegetarische en een eentje met kip. Dus ik heb nog nooit, ja, wel met kipvlees waren, maar niet met kip als een echt kipfilet. Als een echt vlees. Maar goed, dat wordt dan weer iets nieuws. En die vegetarische heb ik al een keer ergens bij een cafeetje op. Daar gaan we ook pesto, mozzarella, tomaat en rode ui op. Dat gaan wij ook doen. Maar of dat die ook net zo lekker is, weet ik niet. Maar goed, dat zien we dan wel. Als ik niet vergeet, zou ik misschien vanavond mijn avondeten aan jullie laten zien. En misschien komt er deze week vlog ook nog een keer Italiaans. Hey jongens, met Italiaans bedoel ik Italiaanse les. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Nou jongens, een hele goede zondagmorgen. Het is een beetje vroeger zondag, namelijk bijna 10 voor 10. Dus, en eigenlijk zou ik pas om 10 uur naar bed moeten, maar mijn zusje moet vandaag ook werken. Dat is haar eerste werkdag. En dan moet zij om 11:30 beginnen, dan zijn we een beetje vroeg. Maar goed, ik moet om 12:45 beginnen en dan tot 6 en zij moet van 11:30 tot 16:30. Dus ik ga haar nog zien in haar werkkleertjes. Ze waarschijnlijk is ze veel te groot voor haar. Maar goed, ik vind het zo grappig dat ik straks samen met mijn zusje werk. Lijkt me zo grappig. Maar goed. Gisteren hebben jullie me niet echt gezien. Ja, even 3 seconden of zo. Maar vandaag dus wel. Ik heb gisteren ook gewerkt. En gisteren had ik dus nog mijn hesje aan, heel braaf. Maar ik was er weer vergeten dat er geen 1,5 meter afstand meer hoeft gehouden hoeft te worden. Dus ik had hem dus heel braaf aangetrokken. En toen mocht ik hem later weer uittrekken. Dus, maar goed.
Gisteren heb ik dus niet gefilmd dat ik moest werken, maar ik moest dus wel echt werken. En vandaag weer, dus. En dan is de weekvlog alweer voorbij. Ik heb een drukke week gehad van deze week, jongens. Dat zie je niet vaak, dat ik 7 dagen in de week ook echt iets aan het doen ben. 3 dagen stage, 2 dagen school, 2 dagen werken. Dat zie je nooit. Maar nu dus wel. Maar goed, ik zie je later vandaag wel weer ergens verschijnen. En ja, dat wil ik zeggen. Joep. Nou jongens, bij deze sluit ik dan ook de weekvlog af. Ja, het is letterlijk alsof ik nu... Maar nee, ik ben een half uur terug van werk. Maar goed. Ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Doei!